Talissa, jij nog iets actiever? Goed, Joël. Hallo, hoe is jouw naam? Kim Rijntjens. En Kim, hoe heet jouw paard? Diablo. Jij hebt net meegedaan met de eerste versie van de selectie. Hoe was het? Ja, leuk. Ja. Wat heb je voor opmerkingen te horen gekregen? Dat mijn beugels mochten een gaatje korter. En mijn teugels die waren nogal lang. Dus die moest ik telkens weer korter pakken. En gewoon op mijn zit, dat je recht moet zitten, maar niet te strak moet zitten en zo. En ging het daarna ook echt beter? Ja, hij werd veel losser ook en hij vond het steeds leuker en ging heel goed. Hartstikke leuk. Nou, goed oefenen de komende tijd en veel plezier straks met het sporten. Dankjewel. Hallo, hoe heet jij? Quinty. Quinty, hoe heet je pony? Botticelli. Oké, wat een mooie naam zeg. Ja. Jij hebt net gereden. Ja. Hoe was het? Heel leuk. Wat heb je voor opmerkingen te horen gekregen? Dat ik me niet uit het zadel moet laten trekken. Dat ik gewoon achterover moet blijven zitten en dat ik hem lekker los moet houden. En voelde je daarna ook dat het beter ging? Ja. Dus dat is echt iets waar je mee door gaat oefenen thuis? Ja, daar waren we ook al mee aan het trainen. Want af en toe heeft hij daar wel, gaat hij een beetje hangen. Was je zenuwachtig van tevoren? Nee, dat viel best mee. Veel succes met het sporten zometeen. Dankjewel. Hallo, hoe is jouw naam? Emmee Merrens. En hoe heet je pony? Kandor. Jij hebt net gereden bij Adelinde. Ja. Was je zenuwachtig? Nee, ik vond het vooral heel leuk. Wat kreeg je voor opmerkingen? Dat ik iets rechter moest zitten en hem iets actiever moest rijden. En ging het daarna ook echt veel beter? Ja, dat ging beter. Je pony is moe nu, hè? Ja. Jij gaat sporten, dus lekker verkleden en dan zien we je straks weer. Straks. Hallo, hoe heet jij? Maud. Maud, hoe heet je pony? Lucky Luke. Lucky Luke. En jij hebt net gereden? Ja. Hoe was het? Heel leuk. Vertel eens, wat zei ze allemaal tegen je? Eigenlijk dat het heel goed was. En soms moest hij er iets meer doorheen. En ja, dat hij eigenlijk heel fijn ging. En was hij braaf in die grote ring? Ja, hij vond het wel heel spannend. Heb je er wat van geleerd? Iets waarvan je voelde van nu gaat dat echt veel beter? Vooral heel veel voor de ervaring. Dat hij is nog maar 6, nu net 6. En dat hij vooral heel veel ervaring op doet. Hartstikke leuk. Jij gaat nu sporten. Heel veel plezier. En dan zien we je misschien later vandaag nog weer terug. Ja, dankjewel.